opteren, maar ze kunnen het wel. Hè. Ze zijn daar gevaarlijk op. En goed, moest Genk hier echt baas zijn, dan moeten ze daar zeker voor opletten voor dat balverlies. Nog even terug, Gert, de twee teams. Ja. Ja, met de snelheid van Vertessen, de snelheid van Nieuwkoop ook. Daar is Boniface. Mooi hoor, goede bal is dat. Daar is al meteen de eerste kans voor Vertessen. En Van der Voort moet hem pakken. Dat is het handelsmerk van Union. Pijlsnel gecombineerd en diepgang. Voetje erbij, voorbij bedoel ik, maar dat kunnen we moeilijk zo bekijken. Muñoz mag ver komen. Kijk hem eens gaan. Muñoz loopt zich dan wel een klein beetje vast. Oh, is dat geen handspelpenalty? Ja, ik dacht het wel. Van der Heijden. De hand van Van der Heijden. Meen ik te zien. Zo heeft Nathan Verbomen het ook gezien. Opwippertje van Heijden. Oh, het is echt tegen het lichaam, toch of niet? Het is tegen zijn arm, maar hangt die arm daar... Ja. Heijnen, 2 op 3 strafschoppen erin gezet. Eentje gemist tegen Serra. En nu tegen Anthony Maurice. En daar komt die Heijnen. Ja, hij raakt hem nog wel. Maar hij trapt hem er toch in en zo staat Racing Genk 1-0 voor. Nou ja, de manier waarop de penalty krijgt, daar hoeft hij zich niet aan te trekken. Op dit moment moet koelbloedig blijven, dat deed hij ook. Hoewel dan Maurice er wel... Ja, zat er dicht. Maar hij zat natuurlijk... En als hij wat later vertrekt... Ja, ja, met... En hoog deze keer Trezor gekopt door de altijd aanwezige Muñoz. Ja, mooi hoor van Samatta. Daar komen ze weer. Links is El Canous mee. Rechts zijn ook nog mensen mee. Gaat ineens trappen en buitenspel denk ik. Muñoz slecht er wel binnen en vlak blijft beneden. Voorlopig geen vlak en fantastisch gedaan. Of dat het nu buitenspel gaat zijn of niet. Goal. Het is wel fantastisch gedaan. Wat een heerlijke aanval alweer. Gepakt op de tegenaanval. Ja. Maar wel degelijk buitenspel. Boegeroep van het publiek. Maar goed, buitenspel is buitenspel. Krijgt toch wel een beetje de hand in het gezicht. Dat is een goeie. Nieuwkoop. Oh la la. Wat is dat een geweldige goal. Ho, ho, ho. Wat een voorzet. Wat een kopbal. En ineens klimt Union langs zij. Niet veel nodig om een goal te maken. Te veel vrijheid gegeven aan Adingra bij die inworp. Dat kan je zeker stellen. Geen buitenspel. Dat is ook wel zeker. Achter de man doorgekomen en knap afgewerkt. Je zag Arteaga nog kijken net ervoor en dan is hij toch verrast. Ja. Een hele helft ongelooflijk scherp geweest in alles wat ze gedaan hebben. En nu vanaf die inworp 2 keren niet scherp genoeg. En bij Adingra. Je prijs. Ja. En bij Nieuwkoop. Is Antwerp weer dichter geschoven bij Racing Genk. Maar goed, het is nog vroeg. We mogen nog wel wat verwachten. Nieuwkoop. Boniface. Ineens geprobeerd. Adingra. Kan hij uithalen? Er is een plaatsbal mogelijk. En of hij mogelijk is. Ho, 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 ho. Adingra. Je zag hem zo kijken. Het overkomt Racing Genk hier nu ineens. Ja, met een voorzet waar Boniface schampt. En hij denkt van deze draai ik wel even weg. Fantastische goal. Fantastische trap. Met heel veel beheersing. Voorbij alles en iedereen eerst even klaarleggen en wegdraaien. En dan heb je zo'n fantastische eerste helft gespeeld. Racing Genk zijn. En ga je baas geweest. De kleedkamer. Had je gestoken. Eentzel. Ja, mooie weg van Burgess. En goed werk van Liene. Nou, die moet Burgess bijspringen en wat protest, want eventueel buitenspel van Peensel. Daar gaat nu niet meer naar gekeken worden natuurlijk. Genk nog altijd in de achtervolging. Heel hoog, Muñoz kopt en Maurice over de lijn. Hij is over de lijn, dit is de goal. Muñoz weer, Maurice pakt hem wel en hij gaat protesteren. De ref moet het gewoon even zelf gaan bekijken, maar het kan alleen maar bevestigd worden natuurlijk. Hij heeft het snel gezien. Ja, hij heeft het snel gezien. Goed als het protocol. En die arme Muñoz, die ziet nu al 2 doelpunten afgekeurd. Vervelend voor hem en voor Genk. Enfin, eigenlijk was het doelpunt van McKenzie waarschijnlijk, als hij tegen de been gekregen had. Want... Ja. Weer Burgess. Daar weer klinkt het laatste fluitsignaal en het boegeroep. Bij het Genkse publiek en de vreugde natuurlijk bij Karel Gerards. Nauwelijks 2 dagen na.